De laatste 40 jaar is er in Nederland steeds meer kunstlicht bijgekomen. En dat is heel geleidelijk gegaan. Maar heeft er wel toe geleid dat we nu een situatie hebben waarin bijna nergens in Nederland meer donker is. En hier kun je dus, zo ongeveer als laatste in Nederland, nog echt beleven wat duisternis is. Ik ben Jaap Kloosterhuis, ik ben boswachter voor Staatsbosbeheer in Nationaal Park Lauwersmeer. Als je mensen het belang van de natuur of het belang van duisternis wilt bijbrengen, dan moet je ze laten ervaren. En daarom hebben we allerlei excursies voor zowel volwassenen als voor kinderen. Waarin we ze het gebied laten zien en de allerlei soorten, dus zowel planten en vogels en insecten, wat hier voorkomt. En we hebben duisternis-excursies, waarbij we mensen willen laten beleven dat ook als het heel erg donker is, je toch verbazingwekkend veel kunt zien bij alleen het licht van de sterren. De meeste mensen hebben dat nog nooit ervaren. Mensen schrikken geregeld van een opvliegende eend uit een sloot of een merel die ritselt tussen de bladeren. Dat soort geluiden waar je overdag niet opvalt, dat valt je 's nachts des te meer op. Ik vind het wel bijzonder om te merken hoe verbaasd mensen zijn als ze tijdens zo'n wandeling zich realiseren dat ook de maan schaduwen werpt in een bedonken bos. Iets wat je associeert bij daglicht en bij de zon, gebeurt 's nachts ook.